Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Slingeland Ziekenhuis. Dit is mijn leven, dit is mijn stad. Hier voel ik me veilig, hier ligt mijn hart. De straten en de pleinen, ik ken ze allemaal. Dit is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal. Voor veel mensen is een bezoek aan het Slingeland Ziekenhuis een bijzonder moment in hun leven. 24 uur per dag wordt hier gewerkt aan onze gezondheid. Ik ga mensen ontmoeten die komen en mensen die weer vertrekken. Hi. Hallo, goedemiddag. Frans, hoe is de naam? Benny Steentjes. Benny, wat hij? Ja, een ongelukje had met de fiets en kuitbeen gebroken. Maar hoe langs... je dan een ongelukje met de fiets? Ja, gewoon dom terechtgekomen. Ja. Het kuitbeen gebroken? Kuitbeen gebroken. En toen? Ja, toen... Ambulance in het ziekenhuis? Nee, het was s'avonds, s'nachts naar een feestje. Dus de banken leeg, volgende dag naar het ziekenhuis. En toen bleek dat het kuitbeen gebroken was. Oké. Ja. En enkel een beetje onfrik en gekkigheid en aardig. En hoe lang is dat geleden? Dit is nou de vierde week. Vierde week. Ja. Oké. Dus ik ben langzamerhand weer aan het revalideren. Heb je de gips omgehaald? Ja. Eén week gewone gips en dan twee weken loopgips. En nu zitten alleen verbanden mee. Dus dan moet je langzamerhand weer gaan lopen. Ja. En is het allemaal goed gegaan volgens jou? Ja, maar je kunt er weinig aan doen, hè. Nee, maar ik bedoel, het gips en zo, dat was allemaal pien, niet al te veel pien gehad. En... Nee, ja, nou die eerste paar dagen, dat was wel even zeer. Ja. Dat zijn leukere dingen, maar kom je wel weer door. En waar ga je nu naartoe? We gaan nu voor de laatste controle, hoop ik. En dan hoop ik hier dadelijk rennend naar het ziekenhuis te gaan. We zullen het zien. Hey, ik hoop het. Ja, dankjewel. Hey, okay. Doei. Doei. Jan. Hey, kijk eens. Kom elkaar een keer tegen. Ja, met een rollator. Ja, dat is schrikken, hè. Wat hey. Ik ken hem een keer anders. Ja. Een spierziekte. En dan kom je er zijn er zoveel van, spierziektes. Ja. Nee, hoe kom je eraan? Hoe kom je eraf, ja? Dat zijn twee dingen. En, kom je eraf? Blijf in je lichaam zitten. Het is een polymyositis, heet het. Ik heb er nooit van gehoord. Nee, het valt onder reuma. Ja. En feitelijk is het geen ALS. Dat is de vervelende kant, wat de meeste mensen, daar heb je misschien wel eens van gehoord. En ik heb geluk dat ik er niet aan doorga. Het is een lange weg. Maar, ze kunt ook niet zeggen hoe het verloop verder is. En waar ben je nou aan doen? Waar ga je nou naartoe? Ik ga nu naar beneden toe. Ja? Ik ga naar ergotherapie. Ik heb straks een uur fysiotherapie gehad. Ja. En ze proberen eigenlijk, om het kort te vertellen, de gezonde spieren, die wel werken, om dat te stimuleren, om die verkeerde spieren eigenlijk weer niet werken, om die dus weer aan de gang te krijgen, om het op te vangen. Is hier eigenlijk een trainingskamp hier? Ja, ik ga het leren waarin. Ik ben weer begonnen toen ik 18 was. Samen met leren, dan moet ik gewoon trainen. Dat valt niet met hoor. En word je een beetje goed behandeld? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben in Nijmegen geweest. Ja. En ik ben heel blij dat ik hier in het ziekenhuis ben. Ik heb een hele fijne arts, eigenlijk twee. Ze zijn allemaal eigenlijk de artsen die ik heb. Maar er mag best weer een keer gezegd worden, de heer Muller en de heer Hendriksen van Klimmendaal. En die dames die je beneden bent, dan mag je best eens een keer zeggen, top, die moest een keer, ja, die dames vind ik wel mooi. Doe hem gewoon graag hierin, dat snap je wel. Jan, nee, naar de dames. Ik ga naar de dames. Goed zo. Hey, bedankt hè. Jo. Wat is er dan toch gebeurd? Ik heb voor 4 weken terug... Gewoon tijdens het werk dat ik wat voelde in de voet. Ja. En ik loop dus nu eigenlijk al 4 weken en er zit nu achteraf een breuk in. Je hebt 4 weken met een breuk gelopen? Ja. Ja, hoe kan dat nou weer? Ja, denken van het is eerst dit of het is eerst dat. En toch verschillende keer naar de huisarts geweest. Ja, en uiteindelijk zegt hij vanmorgen van nou gaan we dit doen, dan gaan we dat doen en dan gaan we dat doen. Kunnen we alles uitsluiten. En toen bleek ineens dat er een breuk in zat? En nu heb je gips? Nee, in drukverband. Want het hield eigenlijk al, omdat het toch ook al zo lang geleden is. En ja, met gips ben je natuurlijk weer helemaal onthand. Dus het is nou een drukverband. En de ordening dat ik een week op stoel zit. En benen ook niet slecht. Is het week niks? Komt niet goed uit. Nee, dat komt het nooit. Dus, ja, dat is lastig. Is het een beetje een leuk ziekenhuis?
Nou, vind ik wel. Ik heb hier ook jaren gewerkt, dus... Serieus? Ja. En nou, hij heeft er aan de andere kant meegemaakt? Oh ja. Ja, dat krijg je af en toe. Hè? En hoe was het dan om nu als patiënt in hetzelfde ziekenhuis te zijn? Ja, vreemd, maar toch heel bekend. Dus ja, je zit er niet op te wachten. Nee. Maar ja, dat hebben u dan weer. Dat is het dan. Bedankt. Ja, sterkte dank. Ermee. Ja, oh, het zal wel lukken. Zo, u gaat lekker naar huis. Ik ga weer naar huis. Gaat weer naar huis? Ja. U bent helemaal weer gezond? Nee, mijn vader. Mijn vader van 88, die ligt hier in het ziekenhuis. Sinds zaterdag is hij onverwachts opgenomen met een aneurysma. Wat is een aneurysma? Dat is de hoofdslagader, waar een uitstulping zit van bij hem 9 centimeter, die op knappen stond. Want dat is levensgevaarlijk. Goed geconstateerd bij de huisartsenpost en onmiddellijk geopereerd 's avonds. Door dokter Scharren. En dat is goed verlopen. Daarna is hij nog wel weer eventjes door de... dat hij helemaal weg was? Narcose? Door de narcose is hij wel weer even helemaal van slag geweest. Dat kan. Ja. Maar nu weer terug. En ik ga nu helemaal gerust weer naar huis. Spannend. Ja, dat was een hele spannende tijd. Lijkt me wel. Gelukkig zijn we met veel kinderen thuis. Dus... Ja. Konden we het met z'n allen fijn opvangen. En het is een rare vraag, maar bevalt het hem hier? Papa is erg tevreden, ja. Ja. Hij is echt, iedere paar minuten staat er wel iemand en hij hoeft maar te bellen. En er is iemand, echt een hele lieve verzorging en fijne verpleging. Dus ik ga ook gerust weer weg en laat hem ook weer even achter. Kun je met een gerust hart? Ja. Zijn pyjama? Zijn pyjama, die gaan we even... Nou, ik zou zeggen, hop wassen. Nou, en straks weer terug, ja. Helemaal goed. Hey, bedankt. Ja, graag gedaan. Oké, doeg. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Frans Wikkerbring. Oh, echt een boer. Hoi. Ja. Waar gaat u vandaag heen? Ik kom voor een gesprek bij dokter Boers. En ik heb... Boers, dat is afdeling? Urologie. Oké. Okay. Ja. Ik kom daar al een tijdje met problemen met de prostaat. Ja. En we hebben een MRI-scan gemaakt, ja, zoiets van ding. En aan de hand van de uitslag daarvan moeten we nou kijken wat er verder gaat gebeuren. Oké. Dat klinkt heftig. Het is ook heftig, maar goed, we hopen op een goede afloop. Dus, Het moet dan wel even gebeuren. Dus, Had u plasklachten dan? Helemaal niet, nee. Het was een jaarlijks bloedcontrole bij de dokter. Dus een algemene controle van bloeddruk, suiker en dat soort dingen. Ja. En daar kwam dus uit dat de PSA te hoog was. Okay. Toen ben ik dat traject ingegaan. En dat resulteerde op een gegeven moment in een MRI-scan. En, daaruit blijkt dus dat er een tumor zit. En moeten we er even overleggen wat we gaan doen. Oh, dat is wel echt om wakker van te liggen, denk ik. Ja, je slaapt er niet lekker van. Nee, toch? Ja. Ja, inderdaad. Vindt u het goed dat ik een eentje met u oploop? Ja, is goed. Ja. Dat weet je. Ja, we moeten, als je dezelfde kant op moet, dan... Nee, maar dan maak ik het. Dan loop ik even een eentje dezelfde kant op. Ja. Meneer Boer, goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen, kom binnen. Ja. Het gesprek is net geweest tussen meneer Boer en dokter Geboes. En de uitkomst is, meneer Boer wordt geopereerd. Dit is mijn verhaal. Dokter Geboes, ik als man, vertel mij nou eens een keer, wat is een prostaat? Wat doet de prostaat? Waar zit dat ding? Dit is de prostaat. Okay. De prostaat maakt een groot deel van het zaadvocht. En een stukje van de plasbuis loopt door die prostaat. Het zaadvocht bestaat altijd voor een deel uit vocht. Uit zaadcelletjes die natuurlijk gemaakt worden in de zaadballen, in de testicles van de man. Nou, die zaadcelletjes die gaan via de zaadleider met een hele lange slinger achter de blaas om. En die komen samen met het vocht uit de zaadblaasjes en het vocht uit de prostaat bij een zaadlozing naar buiten. Het is een belangrijk ding ook. Het is heel belangrijk. Hè? De prostaat maakt een aantal stoffen die van belang zijn voor de voeding van de zaadcellen. Dat er wat meer volume is. In de prostaat kan kanker ontstaan. Er zijn een aantal stadia. De beginstadia van prostaatkanker. Of wanneer het helemaal zou zijn doorgegroeid. Nou, waar het bij prostaatkanker om gaat, is om te kijken of het beperkt is tot de prostaat. Wanneer
de prostaatkanker is. En prostaatkanker is vaak ook niet een hele agressieve vorm van kanker. En wanneer het dan beperkt is tot de prostaat, dan is het ook vaak verantwoord om het beloop af te wachten. Dat er nog helemaal niets gebeurt, maar dat je het gewoon in de gaten houdt en het controleert aan de hand ook weer van dat PSA. Wanneer er in de prostaat toch een wat kwaadaardige vorm van prostaatkanker lijkt te zitten, die wel beperkt is tot de prostaat, ja, dan is het een stadium waarvan het verantwoord is om het te gaan behandelen. En welke behandeling, ja, daar moet je dan over praten. Wanneer de kanker beperkt is tot de prostaat, maar wel een dusdanig agressieve vorm dat de behandeling nodig is, heb je eigenlijk een paar mogelijkheden. Je kunt de prostaat bestralen. Dat kan inwendig, dat kan uitwendig. Maar je kunt de prostaat ook opereren. Wanneer mensen kiezen voor een operatie, want de mogelijkheden bespreken we altijd van tevoren met ze. Wanneer mensen kiezen voor een operatie, dan kan dat met een sneetje of het kan door middel van een zogenaamde laparoscopische operatie. Wat in hemelsnaam is een laparoscopische operatie? Nou, laparoscopische operatie is eigenlijk een soort kijkoperatie waarbij je iemand opereert door kleine buisjes die je hebt ingebracht in de buik. Waardoor je een camera in kunt brengen en instrumenten in kunt brengen waarmee je een prostaat eruit kunt halen. Nu ondergaat meneer Boer een operatie. Waar heeft meneer Boer nou voor gekozen? Nou, meneer Boer heeft gekozen voor een laparoscopische prostaatoperatie. Dat is een ingreep waarbij je buisjes inbrengt in de buik en eigenlijk de buis opblaast tot een soort trommeltje, zeg maar, waardoor er een ruimte ontstaat. Waar je een camera in kunt brengen door zo'n buisje. Je kunt instrumentjes inbrengen. En op die manier kun je zo'n prostaat opereren. En die instrumenten kun je met je handen bedienen. Dat is een gewone laparoscopische operatie. Maar je kunt ze ook met een robot bedienen. Ja, in Nederland zijn ongeveer 20 Da Vinci robots. Dat is ook eigenlijk voldoende voor het aantal patiënten wat daarmee geopereerd moet worden. Dus niet ieder ziekenhuis kan, maar hoeft ook niet zo'n robot aan te schaffen. En door de samenwerking die we zijn aangegaan met het Rijnstaten Ziekenhuis, hebben we de mogelijkheid dat mensen vanuit het Slingeland Ziekenhuis geopereerd worden in het Rijnstaten Ziekenhuis, maar vervolgens voor de hele nakontrole weer gewoon bij ons blijven. Nu wordt er een klein sneetje gemaakt. Vlak boven de navel. Maar wie opereert dan de patiënt? Nou, robotchirurgie is een hele gespecialiseerde operatie. En om die reden hebben in onze regio 4 artsen, 4 urologen zich toegelegd op deze operatie. Er worden de instrumenten half ingebracht en vastgemaakt aan de robot. Een laparoscopische operatie is dus een vorm van kijkoperatie waarbij je instrument inbrengt in de buik via een klein buisje. De buik als het ware opblaast zodat een trommeltje ontstaat. En in dat trommeltje heb je ruimte om te werken, heb je ruimte om instrumentjes in te brengen. Die instrumenten kun je dus bedienen met je handen, een gewone laparoscopische operatie. Maar het heeft eigenlijk ook voordelen om het met een robot te bedienen. Welke zijn dan de voordelen? Nou, zijn zowel voordelen voor de patiënt als voor de chirurg. Voor de chirurg is het prettiger omdat hij in een veel comfortabelere houding zit. En het heeft ook voordelen voor de patiënt omdat je veel exacter je bewegingen kunt maken en het ook veel beter kunt zien. Je kunt het heel mooi driedimensionaal zien in de buik. We zitten nu in de buik. Hier zie je het schaambod. Hier. Dit is het schaambod. Je ziet ook heel mooi het polsgewricht in allebei de instrumenten. En hierachter ligt de prostaat. Als ik vraag aan de zuster of ze nog een keer aan de ballon, aan de katheter wil trekken, dan zie je dat die wil. Ja, dankjewel. En dan zie je dat de blaas hier ophoudt en de prostaat zit daar achter. En nu zie je dat de hele prostaat losgemaakt is. Er hangen een paar kleine bloedstolseltjes aan. Ja, maar dit is de prostaat, die ligt helemaal los. Met aan deze kant ook de zaadblaasjes. Ja, maar daar ligt de prostaat nu helemaal los. Die is, hier hangen de zaadblaasjes eronder aan. Je ziet dat aan alle kanten toch mooi wat vet is achtergebleven op de prostaat. Hè, zodat
Als de tumor al door zou groeien tot aan de rand, dat de kans dat hij toch helemaal eruit is zo groot mogelijk is. Nou, we hebben de prostaat verwijderd in het zakje. Dan gaan we nog even controleren. Dat is mooi compleet eruit. Dit is de kant die aan de blaas heeft gezeten. Dit zijn de zaadblaasjes. De zaadleiders. Het is niet een hele grote prostaat, maar je voelt hier in de diepte en voel je een klein beetje een vaste plekje zitten. Dat is het tumortje geweest, maar er zit zo te zien voldoende weefsel overheen. Dus het lijkt erop dat het er allemaal mooi uit is. Dit is mijn verhaal. In het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem zijn we en meneer Boer is geopereerd. De operatie heeft 3 uur geduurd. Daarna is hij naar de recoverkamer gegaan en we gaan hem nu opzoeken op B5. Meneer Boer, hallo. Ik heb een bloemetje meegebracht. Hoe snel? Hé, hey, een klein beetje duf, hè? Dat verbaast me helemaal niks. Nee, het verbaast mij dat het al zo laat is. Oh ja, u bent vanaf vanmorgen, ja, u bent de hele dag een beetje onder zeil geweest. Ja, we hebben 11:30 begonnen, dus toen hebben ze hem opgehaald. Ja, hoe voelt u zich? Duf? Een beetje duf, ja. Pijn? Heb je pijn? Nou, dat valt mee. Maar er zal wel iets in het infuus zitten tegen de pijn. Dat gaan we wel vanuit, ja. Hey, slaap lekker. Goed, ja. En goed weekend. Dankjewel. U ook. Ja, dankjewel. Maar eigenlijk de grote vraag is, ja, hoe is het gegaan? Ja, heel goed. We waren heel tevreden. We zijn rond 12 uur begonnen en het is een operatie waarbij je gewoon echt heel geleidelijk millimeter voor millimeter de prostaat eruit haalt. Maar we waren heel tevreden. De prostaat is er goed uit. Het idee dat we ruim om de prostaat heen konden komen. We hebben niet veel bloed verloren. Een goede nieuwe verbinding kunnen maken. Ik ben net bij meneer geweest en hij was er weer wakker aan het worden en hij voelde zich goed. Dit is mijn verhaal. Nou, dat was het laatste gesprek met... Of het laatste gesprek niet, maar... Nou, voorlopig wel. Voorlopig wel? Ja. En hoe was het? Nou, goed. Eigenlijk prima. Dus, prima, dat is geweldig. Ja. Nou, dat was het eigenlijk ook. Want vorige week hadden we de uitslagen al gekregen van het weefsel wat opgestuurd was. Ja. Nou, dat was schoon, dus dat was prima. Oké. Okay. Nou, en dit was dan de laatste controle van de wondjes en van eventueel vochtophoping. Dat zat er nog wel. Nou heeft hij even met een scan gekeken en dat is niet verontrustend. Het hoort er allemaal bij. Ja. En ja, verder functioneerde alles weer zo'n beetje. En ik heb geen pijn, ik heb geen koorts gehad. En, nee, super, super tevreden. En opgelucht, ja, ja natuurlijk. Toch? Ja, 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 ja. Ja. Het is toch een hele periode van onzekerheid. Het zit je heel even op de kop, ja. Dat lijkt me wel. Ja. Even de voeten onder je kont vandaag geslagen worden. Ja, ja. En nu is het allemaal weer... Ja, dat kwam natuurlijk ook al vrijdag van de uitslagen dat alles goed was. En dat de hele tumor weg was. Nou ja, ja. En ook die robotoperatie, daar heb je ook veel minder last van dan een open operatie natuurlijk. Nou ja, heb je helemaal geen last gehad? Of? Helemaal geen last. Eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus eigenlijk in al het slechte is het allemaal geweldig prima gegaan. Ja, ja, dus oké. Okay. Ik zou zeggen, proost. Ja. Dit was gezonde zorg. Tot de volgende keer. Dit is mijn leven. Dit is mijn stad. Hier voel ik me veilig. Hier ligt mijn hart. De straten en de pleinen. Ik ken ze allemaal. Dit is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Slingeland Ziekenhuis.